U bent hier in de Moriaan, goedenavond. Welkom bij de quiz Elfer Paal. Het is een quiz die je al wel mee kunt doen. Er wordt gestreden om de gouden peer. Ja. En denk maar aan de Peer Hertog. Ik hoop dat u volgend jaar ook mee doet. Het is een hele geweldige quiz. Alles over Roosendaal. Blijf even kijken, dan kun je het zien. En dan zeg je gewoon, dat bevalt me wel. Komt dan volgend jaar vroeg komen, want dan zijn we getrekt. We gooien hier vanavond inderdaad het ankertje uit. En ik heb in de Kwakkelkrant gelezen dat het hier de komende tijd de Zuipschuit gaat eten. Ik snap daar niks van. Bij de nacht van Soiree bar ik hier maar een half uur binnen. Alleen de rest van de organisatie geloofde daar niet. Vandaar dat ik inderdaad ook wat plekken op dat schip ben teruggezet. Maar mee makkelijk zat, waar het gewoon een grandioze avond. En dat is vanavond weer. Het is vrijdag de 13e, ik weet niet of je het weet. Ja. Dat wordt een geluksavond. En zeker als je dan 11 voor taal doet op de 13e, dan ben ik heel benieuwd wat voor eindresultaat dat gaat geven. Afgelopen najaar ging John Boot, flink het schip in met een forse brand van zijn watersportcentrum aan de Westhavendijk. Naast allerlei spullen voor de boot deed hij ook wel een scheepshypotheek. Daar weet een RST'er wel wat vanaf. Vanwege het instortingsgevaar is het gebouw, een voormalige fabriek, op last van de burgemeester gesloopt. Dat is bijna een half jaar geleden en het is nog steeds de puinhoop. Vraag daar maar eens aan John Hertog. Het gebouw waarin de botenhandel van John Boot was gevestigd had een naam, de Welke. Wat hij zegt op een gegeven moment dat gebouw hier te pit. Daar ga je niet naar de hospitalie. Niet naar het gebouw. 2008 was het jaar van het religieuze erfgoed. Jezus, wat een woord. Vooral over de toekomst van alle kerken, kloosters en kapelletjes in Roosendaal is veel aandacht geschonken. Ook aan kerken die geen kerk meer zijn, maar waar je als tulpentaan ook geen katholiek feest als carnaval mag vieren. Voor de aandacht van het religieuze erfgoed is zelfs een boekje verschenen met een fietsroute langs alle Maria-kapelletjes in deze gemeente. Ja, hè? In de Brugstraat staat ook een kapelletje van Maria. Het betreft hier een kapel in 1952 gebouwd van baksteen in de stijl van de Delftse school. Hoeveel jaar bestond het dorp Nispe in 2007? 1050 jaar. 1050 jaar. Monsieur Zwijsenstraat. C hoort er niet in thuis. C. Ik heb het gevoel dat die ring heel licht is. Ja, dat idee heb ik ook. Er zijn veel en geweldig goede bandjes, carnavalsbandjes. Dan hoorde de naam van de dier en dan denk je bij jezelf, god, van wanneer zijn die, hoe lang bestaan die al en hoe lang zijn die al bezig? Het juiste antwoord, Bokjes hem om. Het juiste antwoord is B, A, C, D. Ja. Daar ben ik heel benieuwd. Ben ik... Voor welk bedrijf werden de gebouwen aan de Badhuisstraat eigenlijk gebouwd? Wow. Hij rakte van de weg, want hij kan niet meer mouwen, hij kan geen concert meer aanschouwen, nou dat is pas pech. Frans Verbraak, het spoorhavengebied is toch al in de maak. Mijn schip is besteld, de centen geteld en ik noem hem lekker mijn groene draak. Ja, zee ons show van Kees aan de toog, wou in het deze jaar, niet droog.
Mijn computer gecrashed, de NOLAF verklest en ons Kees. Hoe was het nou? Ja. Krijgt hem ook niet meer omhoog. Ja, zei ons jong van Kees aan de toren. We houden het beslist niet droog. Want wij gaan nog heel veel zeulen en liefst mee heel veulen. Want voor ons is geen zee droog. De tulpentaal wou eigenlijk zelf niet weg. En waarom is net lekker aan de leg? Ik wil als operaan terug naar de Moriaan. Die in Olaf heet dan even dikke vette pech. De tulpentaal wou eigenlijk zelf niet weg. Het is aardig dat ik het zeg. Het uitzicht is fenomenaal. Maar de lucht van die paal, ik raak compleet van de leg. Ik geef er 1 euro voor, zei Pollemans. Dan heb ik misschien nog een bietje kaas om een Gerf winkeltje te zetten op de meten. Zo groot dat iedereen uit een omgeving het zal weten. Maar helaas, voor Pollemans had hij iets te weinig vaas. Ik geef er geen euro voor, zei Pollemans. En daarvoor krijg je er wel de nieuwe kaas. Ik zijn de nieuwe Rozendaalse Abramovic. En daarom krijgen ze mij allemaal de nieuwe fiets. En dan staan ze straks op de Nieuwe Markt met de tulpentaalse kraas. De tulpentaal wil eigenlijk zelf niet weg. Maar de prins zei, jij hebt pech. Jij moet van uw plek naar een andere stek, anders raakt u van uw leg. Dat het stikt, dochter manager van Rosada. Ik draag voortaan alleen nog Prada. Alleen mee carnaval, dan doe ik een beetje mal. En dan rijd ik weer eens in een Alada. Ja, zei ons, Jovan, Kees aan de toog. Ik hou het niet langer droog. Geef mij een natte, ik ga mijn eigen bezatten. Voor ons geen zee toog. Ik geef er 1 euro voor, zei Pollemaas. Nog geen 50 centen, zei ons Jaas. Die keeper, die friebel maar aan. Aardig Piet van Oost daar nog maar gestaan. Van mij zijn RBC wel kaas. Ja, zei ons Jo van Kees aan de toog. Ik heb een schone sloep op het oog. Ga ermee naar de Hisla. Dan kun je zien of het Isla. Voor ons kunnen we varen geen zeetoog. Dat stikt, dochter manager van Rosada. Het wordt hier nooit niks. Nada. Zondagen zijn te verwensen, volgens onze Bergse vriend Tom Lensen. Maar nog altijd beter Rosada dan Bergada. Ja, zei ons Jova Kees aan de toog. Nou sta ik al zeker 2 jaar droog. Met ons Kees zou ik ook niet meer willen. Die verfletten tussen aan de vrouw's krullen. Maar wie krikt hem voor mij nog eens omhoog? De tulpentaal wou eigenlijk zelf niet weg en waar ook niet bij het overleg. Zoals we hebben kunnen lezen, is die op de markt verrezen. Is hij voor de Moriaan is dat dikke pech. Ja, zee ons Jo, van Kees aan de toog, met jou is elke zee te hoog. Gij duikt op het water op en neer, en gij wil steeds meer. Ik wou dat gij mij maar eens ten huwelijk vroeg. Ja, zee ons Jo, van Kees aan de toog, er zit mij toch nog wat anders hoog. Gij moet eens ophouden met klagen, en mijn water naar de zee te dragen, want ik sta al heel lang droog. En gaf de super de laatste kaas. Maar de boer, die ik heb het 6 keer geprobeerd, maar dit is echt niet te lezen. Stop er maar mee, Kees. Gij mag er alleen een toren, ja. Kom maar zonder ons, riep Paas de Braak, en werd de CDA het gouden gemaakt. Oh, hey! Sorry. En dan is het aan u om te bepalen.